Ik sta hier aan de vooravond van het Canalysis Forum. Naast me staat Rob Vissers, managing director van de I3 Groep, specialist in IT-infrastructuren. Rob, wat verwacht je van dit forum? Dit forum is bij ons bij uitstek geschikt om kennis op te doen van allerlei partnerprogramma's. Uniek dat alle leveranciers waar wij zaken mee doen bij elkaar komen. Dus een update van de partnerprogramma's, de ontwikkelingen waar de leveranciers heen gaan. Maar bovenal zie ik het als een soort netwerkevenement. De 1-op-1 gesprekken die we hier hebben met leveranciers, die zijn zeer waardevol. En aan de andere kant is het ook een uitstekende gelegenheid om met collega's uit het veld de partnerprogramma's na te spreken. Wat is de roadmap van de I3-groep voor de komende jaren, zeg maar? Want je bent net nieuwe managing director van de I3-groep. Wat is de strategie? Ja, we hebben onszelf beloofd dat wij de top 3 speler gaan worden op cloud management en information management. Dus jij positioneerde ons net als infrastructuurspecialist. Dat zijn we ook. Alleen we zien heel duidelijk dat software een belangrijke rol gaat spelen in de aansturing van de informatieinfrastructuur. Dus wij zeggen we gaan naar het cloud management en information management tak van sport. Je zegt software belangrijk. Een van de thema's hier is software defined networking en software defined storage. Heb je daar hoge verwachtingen van? Ja, ik heb er ontzettend hoge verwachtingen van. De uitdaging voor een integrator zoals wij zijn, om daar te kiezen met welke tooling we dit gaan doen. Elke leverancier heeft een hoog WC-eend gehalte. Ik zeg altijd, wij van WC-eend adviseren WC-eend. En dat zie je hier expliciet ook vanuit de leveranciers. Aan ons is het echt de taak om daar een onafhankelijke keuze in te maken. En daar heb ik juist dit soort sessies voor nodig, om daar een goede invalshoek van te kunnen krijgen.